Ja, ik ben hier bij SAIL 2015, het innovatiedebat. Echt hele leuke sprekers. En Simon Jasma, ik ken hem al heel lang, maar kwam hem opeens weer tegen. En wat blijkt, hij heeft nu 700 man aan het werk bij Travelburn. De nieuwe booking.com. En dan zie je dat hier gewoon weer bij SAIL 2015. Hey, hoe is het gegaan de afgelopen jaren? Waarom ben jij zo bizar hard gegroeid? Ja, bizar natuurlijk. Wat we dachten is, we maken het eenvoudig voor mensen om een vakantie te boeken. Ja. Dat is een hele eenvoudige site waar je elke dag een nieuwe vakantie vindt. Ja, je kunt gewoon daarheen gaan, zie je een leuk tripje naar Parijs met korting of naar de Portugal of dit en dat. En gewoon klikken en wegwezen. Ja, en dat willen mensen. Dat slaat enorm aan. Dus, 700 man! Waarom ben je... Hoe werkt dat? Ja, hoe werkt dat? Je kan ze gewoon aannemen en dan komen ze. Nee, maar, nee, dat nee, maar het liep gewoon heel goed. Ze zijn begonnen in Nederland, toen in Vlaanderen. En na een aantal maanden zagen we dat er ook weer gaan. Ik vond, ja, dit is gewoon waar mensen op zitten te wachten. Dus we hebben het gas gewoon gedaan. Simpele vakantie, snel klikken, ja. En ook snel weg? Of kan het ook later? Kan ook later, kan ook een half jaar later. Dat is kennelijk iets waar mensen op zitten te wachten. En het is heel succesvol, ja. Dus die 700 man worden ook betaald, niet alleen maar uit VC-geld, maar ook echt uit marge. Nou ja, in het begin zijn we zelf begonnen met eigen investeringen. En later is Rocket Internet bijvoorbeeld binnengestapt. Wat, wie? Rocket Internet. Oh, Rocket Internet. Ja, ja, natuurlijk. Die kennen we, dat Duitse internetbedrijf wat echt... Of ze nou inderdaad in fintech zitten of in travel. Dus ben jij nu van Rocket Internet of is het... Nee, ze hebben een klein aandeel. Dus we zijn niet een Berlijns bedrijf uit de Rocket familie. We zijn een neefje, zeg ik wel eens. Dus hoeveel investeringen heb je nu gehad? 25%. Maar hoeveel investeringen heb je gehad? Hoeveel miljoen heb je gehad? Je wilt in geld. Naar de laatste ronde, dat is al een half jaar geleden, een waardering van 140. 140. En daar heb je dan 25 miljoen mee opgehaald of zo? Ja, in stapjes, hè. En is dat nog, kun je daar een tijdje mee ophalen? Wanneer denk je dat je met die 700 man profijtelijk kunt bezighouden? Ja, we zijn nu hard aan het werken om er een profijtelijke business van te maken. En dat gaat volgend jaar lukken. En dan ga je natuurlijk weer andere landen doen. Hè? Want wat is nu een. Want je hebt natuurlijk per land ben je profijtelijk. Is Nederland al profijtelijk? Ja, nee, dus de oudste landen zijn profijtelijk. Kijk, dat willen investeerders natuurlijk ook zien. Hè? Dat je ziet van, nou, je kan het in de grootste landen en kan je dat kopiëren in andere landen. Nou, dat lukt. En we hebben nu 17 Europese landen opgezet. Dus dat gaan we nu kijken of we daar ook net zo succesvol in kunnen worden als in Nederland en België. Duitsland, Frankrijk, Denemarken komen eraan. En dan is het tijd voor nieuwe landen. Amerika? Nou, dat zou natuurlijk fantastisch zijn. Dat is ook wel een heel groot land. Dus wie weet. Weer dingen. Nou, aardig was tijdens het debat, zei ik stimuleer bij de onboarding van al mijn mensen. Elke maandag hebben we gewoon onboarding. Ja. Onboarding, zeggen we altijd. Unburning zeggen we altijd. De unburning. Ja. En dan stimuleer ik mijn mensen om fouten te maken. Hoe zit dat? Ja, want er zei op een gegeven moment Damon Shipyard zei, ja, ik stimuleer mijn mensen niet om fouten te maken. Maar jij dus wel? Nee, wij stimuleren natuurlijk niet om fouten, maar we stimuleren om te experimenteren. We zeggen, we willen de travelwereld veranderen. Er is geen handboek voor, we moeten experimenteren. En het kan een keer fout gaan. En dat is niet erg. Leer ervan, repareer het onmiddellijk. Zorg ervoor dat je klanten, je reizigers er nooit last van hebben. Dat willen we absoluut natuurlijk niet. En, maar zo kun je met z'n allen leren en zo stimuleer je ook echt ondernemende cultuur. Hoe vind je het op het ondernemen in Nederland? Ja, ik ben er best positief over. Er zijn heel veel mensen in Nederland die ondernemen. En wat ik wel eens mis en wat ik wel eens jammer vind, is dat het ambitieniveau soms wel eens ontbreekt. We hebben geloof ik 1 miljoen mensen die voor zichzelf aan het werk zijn. Dat is verschrikkelijk veel. Daar ben ik heel blij mee. En dan moeten er wel meer mensen zijn die zeggen van ja, ik ga de grote problemen van klanten oplossen. Maar had jij nou het doel, toen jij met jouw website begon van leuke reisjes snel boeken, om 700 man aan het werk te krijgen? Ach wel, nee Vincent, natuurlijk niet. Nee hoor, dat is jouw ambitie zo hoog of ben je er gewoon ook een beetje ingestrapt en gestruikeld? Ja, ik vertel het allemaal mooi, maar je hebt helemaal gelijk. Hè? Stap voor stap. Laten we ook eerlijk zijn. Ja, ik had wel ambitie, ik wil het wel echt serieus doen. Maar laat ik heel eerlijk zijn naar je kijkers, Vincent, dat het zo zou gelopen. Nee, geen idee. Kom ik nog even langs bij jou een keer om echt het verhaal te horen? Ja, onwijs leuk. Uitgenodigd. Doen we.